elkaar verbonden. De klimaatverandering is het gesprek van de dag. We zien de gevolgen ervan om ons heen. Hoe kunnen we een voor iedereen eerlijk klimaatbeleid voeren? Armoede biedt immers geen ruimte voor duurzame keuzes. Voor duurzame keuzes is het nodig dat mensen genoeg te eten en drinken hebben, een plek om te wonen, betaalbare gezondheidszorg, onderwijs. Een basisinkomen biedt dat onvoorwaardelijk. Bestaanszekerheid voor de wereld kan daarom niet bestaan zonder bestaanszekerheid voor alle mensen. Bij noodhulp en ontwikkelingswerk gebeurt het steeds vaker. Mensen krijgen geen graan of een koe, maar geld wordt overgemaakt. Cash, zonder voorwaarden. In Kenia, onder andere in Magara, draait het grootste basisinkomen-experiment en onderzoek ooit ter wereld. Via Gift Directive krijgen mensen 12 jaar lang een basisinkomen. Maandelijks cash op hun telefoon. Onvoorwaardelijk vanuit vertrouwen. Omdat mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben. Jan Atze Nicolai en ik, Jan Atze is bestuurslid bij de Vereniging Basisinkomen, zijn in Kenia geweest. We hebben met onze eigen ogen kunnen zien dat 12 jaar basic income in Magara zicht biedt op een beter leven. Basisinkomen geeft de mensen de gelegenheid om te plannen, om verder te denken dan vandaag.